Strafen! Strafen! En geest mag kijken. Zoals die oude zei, je had Agrabah moeten verlaten toen je het kon. Ik had nog gezegd dat je groter moest denken. Je kon de machtigste man in de kamer worden. Maar nu heb ik de lamp. En heb ik ook de macht. Wat jij zoekt, dat kan je niet vinden in die lamp, Jafar. Ik heb gefaald en jij zal dat ook doen. Denk je dat? Maar ik ben Sultan. Ik ben de grootste tovenaar ter wereld en daarbuiten. Ik zal een rijk uitbouwen dat geschiedenis zal ingaan. Ik kan steden vernietigen. Ik kan koninkrijken vernietigen. En ik vernietig ook jou. Dat kan. Maar wie maakt jou Sultan? Wie maakt jou een tovenaar? Er is altijd wel iets, of iemand, of een wezen dat machtiger is dan jij. De geest gaf je die kracht en hij kan die wegnemen. Hij dient mij! Voorlopig! Maar je zult nooit meer macht hebben dan de geest. Je zegt het toch zelf. Je bent of de machtigste man in de kamer, of je bent niets. Jij blijft altijd nummer twee. Tweede? Tweede! Tweede! Slechts tweede! Hij dient mij! Ik zorg ervoor dat niemand die woorden ooit nog kan uitspreken. Geest! Vervul mijn laatste wens en maak van mij het machtigste wezen van het universum. Nog machtiger dan jij! Er zit veel speelruimte in die wens, maar... Het machtigste wezen van het universum komt er nu aan! Niet langer tweede! Wegwezen! Hé, nee!